Ik ben Nele van Klei Obscuur. Bedankt om mijn filmpje te willen bekijken. Vandaag toon ik jullie hoe je een mooie bol kunt maken in een mal. Hey, dat zijn malletjes dat ik zelf maak. Hey, maar je hebt daar eigenlijk alle soorten in. Je kunt dat ook kopen. Hey. Dat zijn gekochte malletjes. Hey. Dat is echt vakmanschap eigenlijk. Maar het is redelijk duur in aankoop. Dus je kan ze ook zelf maken. Op mijn website staat er een filmpje hoe je dat kan op een eenvoudige manier. Dus, kan ik hier tonen. Zie je? Dat is hier een bol op een mal van 35 centimeter. Hè? Kijk, zelfs de bodem is dicht. Dus ik ga jullie dat allemaal tonen vandaag. Hoe je dat op een goede manier kunt doen. De klei die ik vandaag gebruik is witte klei, witte draaiklei. Maar eigenlijk speelt het echt geen rol. Je kunt met iedere soort klei maken. Het is nu voor mij handigst om op die manier te werken. Maar het is eigenlijk om het even. Oké, okay, dus. Dat is een mal in kalk. Eh? Persoonlijk zou ik aanraden om altijd daarmee te werken. Eh? Ik krijg soms de vraag van mensen om mijn isomobollen te werken. Maar dan moet je alweer plastic inleggen. Het is minder eenvoudig. Hé? En ook een minder mooi strak resultaat dan. Want persoonlijk vind ik dan, als het moet een bol zijn, moet het dan een bol zijn. Hé? Geen, met allemaal stukken in. En ik wil dan ook dat het echt een mooie bol is. Dus, hoe beginnen we daar nu aan? Hé? Je hebt dat waarschijnlijk gezien. Hé? Ik duw een lapje uit. Hé? Dat is nu ongeveer zo een centimeter dik. Ongeveer, hé, mensen. Ga dat nooit overal even dik krijgen. Hé? Dus, voor te beginnen leg ik dat in mijn bodem van mijn pot. Ga dat een klein beetje gaan uitduwen. Klein beetje. Hé? Het mag een klein beetje dunner zijn. Maar niet te dun. Hé? Hoe kun je dat nu testen? Hoe dun dat zit? Voorzichtig. Hé? Want je moet altijd opletten met kalkmallen. Voor nooit met scherpe voorwerpen erin. En als er kalk en klei in elkaar raakt bij het bakken. Dan kan dat ontploffen in de oven. Dat geeft een chemische reactie. Dus altijd voorzichtig zijn met scherpe voorwerpen in een malletje. Hé? Dus ik heb dat nu een klein beetje uitgeduwd. Zie je? Hé? Dat dat al een beetje gladder is. En dan zijn we weg. Hé? Ik neem een stukje op met een duim. Ik leg het hier op. Zie je? En ik ga eigenlijk gewoon gaan doorduwen. Totdat ik weer op dezelfde dikte zit. Zie je? En je schuift op. Nog een keer. En je duwt door. Zie je? Niet te fijn, nee. Niet te fijn. Hoe groter dat je werkt, hoe dikker dat je moet werken. Dus klei mag maximum 2 centimeter en half van dikte zijn. Okay. Zie je? Leg het erop en duw het door. Waarom doe ik dat zo? Je gaat zien, moest je nu gewoon ernaast werken. Gewoon zo. Dan ga je hele diepe, diepe nerven hebben. Oké? Okay. Je kunt dat perfect even maken, maar ga veel werken. Als je dat mooi zo naast elkaar legt, hé, mooi zo, erop en doorduwt, gaan die nervetjes veel minder zijn. Hé. Dus, ik ga nu even doorwerken. Hé. Je hebt nu gezien hoe dat je dat nu voor te beginnen opbouwt. Wacht hoor. In tegenstelling tot wat dat veel mensen denken, maak je geen bol met twee helften tegen elkaar te leggen. Waarom doe ik dat persoonlijk niet? Ik ga wel zeggen persoonlijk, want er zijn heel veel technieken voor dingen te maken in keramiek. Hé. Omdat ik vind, als je twee helften tegen elkaar zet, dat je eigenlijk op één lijn met de zwakte zit. Terwijl, als je het nu zo opbouwt, like dat ik ga subiet tonen, dat je zwaktes verdeeld zijn over verschillen, over heel je oppervlakte eigenlijk. Wat dat er eigenlijk voor zorgt dat je een veel sterker stuk hebt. Hé? Mooi vrij. Goed werken in je mal, mensen. Hé? Niet gewoon opduwen, maar moet je echt goed wrijven erin. Hé? Echt werken erin. Dat alles heel goed, super goed vasthangt. Zie je, met je duim niet te veel uitwrijven. Hé? Echt erin werken. Als je een keer zo gewreven hebt, moet je weer een keer zo wrijven ook. Hé?
He, dat je klei evenredig verdeeld blijft. He. Ga je nog een stukje doen. Wat mag je nu niet doen? Over je boord werken. Ik blijf daar altijd zo. Klein beetje onder. Zie je dat? He? Klein beetje onder. Als een klein een millimeter erover is dat nu geen drama. Maar niet er een heel stuk over. He? Ga ze biedt verstaan waarom. Dus ik ga dat nu mooi. He? Mooi samen gedaan. Wat ga ik nu doen? Ik ga nu met mijn vingers. Zo. Zie je? Ga losmaken. Voorzichtig. En je mag redelijk diep gaan, mijn mens. Niet gewoon je boordje, maar je mag het echt zo. Hé, zie je? En je steekt daar je vingers achter en je trekt. En ga dan mee. Zie je het? Hé? Wat je nu dat hebt, wat je hem opgeheft hebt, hé? Niet zo doen, hé. Je legt hem weer in je mal. Zo, je draait hem. En dan ga je hem er weer gaan induwen. Zodanig dat je ten allen tijde je mooie curve van je bol bewaart. Mooi invrijven weer. Hé? Dat hij mooi in mal zit. Zo. En we zijn weer weg. Je sluit weer aan. Hier. En je duwt weer door. Zo. Zie je? En weer een beetje doorwerken. He? Mooi aanhechten. En je bent weer weg naar van boven. He? Het is mallen tot, ik heb hier eens staan, van 40 centimeter. Maar het nog grotere. Als je zo'n grote bollen wil maken en zo'n grote mallen, ga je moeten eigenlijk over verschillende dagen werken. He? Dat hij een beetje kan blijven zitten in je mal, want anders hij hem gaat trainen, gaat hij heel de tijd invallen eigenlijk. Dus als je dat een beetje spreidt over een paar dagen, dan kan je eigenlijk echt hele grote bollen gaan maken. Like deze is nu over 3 dagen gemaakt van mij. He? Iedere keer s'nachts beleg ik hem dan met een laagje plastic. Zodanig dat hij niet helemaal uitroept, maar dat hij toch kan opstijven. Hé? En de volgende dag maak ik opnieuw een ander stuk. Hé? Dus, met nu dat. Hé? Wat gaan we nu doen? Ik ga het nu zo draaien. Hé? Je neemt hem zo vast. En je keert. En je keert. Maar wat doe je niet? Niet zo. Hé? Je ziet al. Hé? Je slaat toe. Hé? Ik ga hem een keer weer in zijn vorm zetten. Dus, je trekt hem omhoog. En je draait hem een kwart. Zo. Zie je dat? Dat is lekker een V. En wel, als je iedere keer zorgt dat je die V-vorm ziet, en je mal, zie je hoe bezig. Hé? Dus, wat mag je ook niet doen? Wat zie ik veel cursisten van mij doen? Zou je hem heel ver gaan leggen? Waardoor dat je een risico hebt dat... Eigenlijk misschien op een bepaald moment past je bol misschien al een klein beetje minder goed in je mal, omdat je er al veel aan gewerkt hebt. En dan ga je hem in je mal gaan leggen en je past al niet meer goed. En dan leg je hem zo ver en dan ga je er stuk aan leggen en ga je met bolten zijn. He? Wat doe ik? Hoe meer dat ik toe ga, hoe meer dat mijn bol toe wordt, hoe meer dat ik eigenlijk op mijn rand ga werken. Nu is het nog redelijk diep, he? Omdat ik nog open, omdat mijn bol nog open is, maar ga straks zien dat ik eigenlijk dan op het laatste echt heel op mijn boord ga gaan werken, zodanig dat ik heel de hele tijd mijn curve van mijn bol eigenlijk bewaar eigenlijk. Hé? Dus ik ga nog weer een beetje verder doen. Dus gewoon weer aanhechten, like dat we gedaan hebben. En zijn weer weg. Totdat weer dat stukje mal opgevuld is. Hé? Ziet dat dat redelijk vlug gaat, die mensen. He. Oké, we zijn weer zover. Opheffen. Kwartje draaien. He. Ik ga weer een keer de V tonen. Zie je het? V'tje? We zijn goed bezig. He.
Oké, hebben ze weer weg. Niet te ver naar achter leggen. Nee, want stelselmatig wordt hij meer en meer toe, je bol. Ik ga ze niet al een keer de buitenkant tonen. Ziet dat ik heel goed werk in mijn mal. Hé, veel wrijven. Hé, recht gaan en werken. Dus, wat hebben we nu? Hé, zie je het? Hé? Hier heb je een beetje zo van die kraakjes. Hé. Maar ze zijn echt super miniem. Omdat ik echt heel goed in mijn mal gewerkt heb. Hé. Wat kan je nu wel doen? Eigenlijk doe ik dat terwijl ik al bezig ben. Dus eerst vul ik op. Intussen kan dat een beetje drogen. Hé. Want als je met hele natte klei werkt, moet je soms wel een keer een beetje wachten. Hé. Ik laat eigenlijk voor dat te doen altijd mijn klei een klein beetje uitstaan uit de pak. Hé. Ik vind het eenvoudiger als je klei minder nat is. Hé. Maar natuurlijk, je moet nog werkbaar zijn. Hé. Dus, hier heb ik eigenlijk een kaart. Een klantenkaart. Een oude kaart van de Koruit. Dat ik eigenlijk in een vorm gesneden heb. Hé. En eigenlijk is dat perfect de curve van mijn bol. Zie je dat? Hé? Dus die kraakjes, kook ik mijn hand erin. Met mijn puntje ga ik een klein beetje die kraakjes gaan toevrijven. Zie je? Intussen wrijf je hem helemaal mooi glad. Hier ook. Als het nu moest zijn dat je diepe plooien hebt, hé? Moet je daar een klein beetje klei in steken. Hé? Misschien kom ik straks nog wel een keer eentje tegen. Hé? Voilà, oké, stop. Dus dat ga ik alweer een beetje tegenhouden. Weer draaien. En we zijn weer weg. Hé. Eerst weer opvallen. En dan straks weer even wrijven. Dus je bol kan je echt voor super veel dingen gebruiken. Hé, mensen. Je kunt er theeleggen van maken. Je kunt er beestjes van maken. Je kunt er lampen van maken. Hey, slice in een andere vorm is ook perfect. In een volgende video ga ik tonen hoe je een mooi theelicht kan monteren erin. Hey, die heel netjes is. Ik ga een keer eentje tonen dat ik hier staan heb. Het theelicht. Je ziet dat alles, als het zo warm is buiten, pak ik alles mooi in. In plastic, zodat het heel traag kan drogen. Hé? In een ander filmpje ga ik tonen dat je heel netjes daar een theelichtje kan in monteren. Hé? Maar bolletjes kan je ongelooflijk veel doen. Hé? Hé? Dus echt, als je dat al onder de knie hebt, die vorm, die basis van een bol te maken, ga je echt al veel kanten op kunnen. Oké, okay. Weer een glad maken. Kijk, ziet, hier is mijn plootje iets dieper. Ik ga dan nu nog niet. Voor mij persoonlijk zou ik het niet opvullen met klei. Maar ik ga het doen omdat ik waarschijnlijk geen diepere plooitjes ga hebben. Dus doe daar een klein beetje mini klei op. Een mini beetje klei. Hey. En je ziet weer weg. Hey. Ziet, dat is ideaal als dat kaartje in je curve is. Ik vind dat super handig om mee te werken. Je hebt ook metalen lomertjes bij mensen. Hey. Maar kun je dat echt heel hard aan kwetsen. Hey. Vroeger heb ik altijd gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking in een kleiatelier. En daardoor heb ik eigenlijk geleerd om ja, ook naar hun veiligheid toe met andere voorwerpen te werken. En eigenlijk vind ik het prima zo. Hè? Dus we zijn al zover. Je ziet, ik begin meer en meer op mijn boord te werken. Je ziet weer mijn veetje. Hè? Ga hem een keer draaien. Je gaat misschien beter verstaan. Moest ik hem nu nog zo leggen, ga ik hier zeker buiten duwen. Hé? Omdat mijn bol, ik ben hem al een beetje bewerkt. Hé? Misschien past hij al zo goed niet meer in de mal. En dan ga je nog toch in die diepte gaan werken. Hé? Dus stelselmatig ga ik nu iedere keer op mijn rand werken. Maar werken. Hé? Hé? Niet zomaar stukjes erin leggen en doorduwen. Maar echt wrijven. Hé? Hey, als je echt goed wrijft, ga je hier echt heel weinig plooitjes hebben. Als je diepe plooien hebt, is het echt omdat je te weinig werkt in je mal. Hey? Lekker hier, zie je het? Dat is een diepe, hè? Zie je het?
Hé, ah wel. Deze ga ik straks echt wel maar klein... Dat zou ik nu niet te vreemd voor mezelf, hé. Ik ga dat echt maar klein gaan toewerken. Want je gaat dat wel zien. Doe het ook niet met slip. Ook niet met slip doen. Want zit er een andere krimp op je slip. En je gaat er eigenlijk... Als het glazuur is, ga je een kraakje hebben erin, hé. Ik spreek het ervaring. Dus een klein beetje klei erin. Zo. We zijn weer weg, hé. Dat is nu nog niet de definitieve afwerking, die mensen. Op mijn YouTube-kanaal kan je zien hoe dat je eigenlijk... Maar ik ga hem ook op mijn website zetten. Hoe dat je eigenlijk een bol heel, heel mooi glad kunt maken. Hé. Met een eenvoudige techniek. Als die te slap is... Voor even te maken moet je even wachten. Hé. Het is natuurlijk handig dat je hem even maakt. Als hij zo nat mogelijk is. Je gaat een beetje moeten zoeken naar de juiste stevigheid eigenlijk van je klei. Om dat te doen. Voilà, weer draaien. We zijn er bijna. Hé. Natuurlijk, hoe meer dicht dat hij wordt. Hoe meer dat je eigenlijk moet gaan draaien en keren. Hé. Versta je nu wat ik zeg, dat je al je zwakke puntjes op een verschillende plaats zet? Het is veel beter verdeeld dan in die midden op die ene plaats. Het gaat veel teerder zijn dat hij eigenlijk gaat in stukken springen ook in de oven. Maar ik weet, er zijn veel mensen die dat zo doen. En, ja, maar dat is een beetje mijn methode. Die voor mij best werkt, hè. Als die andere methode voor jou perfect werkt, super oké, hè. Iedereen moet zoeken naar de beste manier waarop dat hij werkt, hè. En keramiek heeft zodanig veel verschillende methodes, hè. Er is niks die een geëikte waarheid is, eigenlijk, hè. Er zijn zoveel mensen, persoonlijk heb ik nooit geen soling gevolgd voor keramiek te doen. Eigenlijk heb ik alles aan mezelf geleerd door veel... te zoeken en veel te lezen erover, eigenlijk. Daardoor heb ik echt heel veel eigen methodes ontwikkeld ook. Dus ja, als het werkt, werkt het, hé. Het gaan misschien veel mensen zijn die kijken, die gaan zeggen, allee, wat doet u die nu? Maar kijk, ik werk al jaren zo, hé. Voor de mensen die al eerdere filmpjes bekeken hebben van mij. Anders ben ik redelijk los en go with the flow in mijn boetseren. Maar voor de bolletjes ben ik echt wel perfectionistisch. Wil ik dan echt wel dat ze perfect zijn. Ofwel dat je dan echt voor die organische vormen gaat. Maar dat zou ik dan persoonlijk niet zo opbouwen. Hé? Een organische bolvorm zou ik dan eerder maar rolletjes gaan opbouwen. Dan ga je dan wel een mooie resultaat hebben. We zijn er bijna. Hé? Je ziet. Zie je? Hoe meer dat hij toe gaat, hoe meer dat ik op mijn boord ga werken. Hoe meer dat ik met mijn vinger ga werken. Hé? Zie je? Zo. Erin. Gevoeld, hé. Nu kun je niet meer zien, hé. Je moet echt voelen van, hang alles hier goed samen, moet je nog een keer wrijven, maar ook niet te diep gaan wrijven, hé, dat je inderdaad weer geen bultjes duwt erop. Hé. Dus dat is zeker naar daar bulten, maar als je het gaat tegenkomen, ga je wel verstaan wat ik wil zeggen, eigenlijk, hé. Waar is mijn lomertje hier? Nu houd ik hem redelijk recht, mijn lomer. Dat is altijd voor effen. En als ik hem nu ga gaan platleggen, wel zorgen dat hij netjes is dan. Als ik hem nu zo ga gaan leggen, ga je hem eigenlijk bijna kunnen polijsten eigenlijk. Gaat hij eigenlijk bijna blinken. En dan heb je ook nog zoiets hier. Even kijken. Wacht hoor. Een rubberen lomer. Hé. Dan doe ik daar een klein beetje water aan. Zie je? Gaat hij eigenlijk bijna gaan blinken eigenlijk zelfs. Zie je? Ik
kun je echt super mooie resultaten mee halen. Met die gewoon rubber lomertje. Dat kost echt niet veel geld. Maar is echt het investeren waard. Daarin investeer ik dat wel. In die metaal lomers iets minder. Omdat ik dat gemakkelijk zelf kan maken. Maar in die rubberen lomertjes, dat vind ik echt wel topmateriaal. Dus zo. Je ziet, doe echt op het gevoel nu. Het zou wel kunnen zijn, naarmate dat hij meer toe gaat, dat je kraksjes een beetje dieper zijn. Omdat je niet meer zo goed kunt hard werken erin. Dan een klein beetje meer klei opvullen. Met je kantje, met je topje werken zo. En zo kun je eigenlijk in alle mogelijke vormen je eigen werkmateriaal maken. Ik heb deze hier verzekerd al 5, 6 jaar dat ik deze gebruik. Intussen is hij eigenlijk echt bijna gepolijst van al de keren dat ik hem gebruikt heb in de vorm dat ik hem eigenlijk wil. En zo creëer je eigenlijk voor jezelf het perfecte werkmateriaal. Dat je eigenlijk nooit van je leven zou kunnen kopen eigenlijk. Ik ga nog 1 keer nu. Dus weer op mijn vinger. Zetjes erin. Zo. Ziet dat ik hem ook mooi zo vastneem nu. Dus je pakt hem zo en je keert hem en gaat hem mee. Probeer zo goed mogelijk, zo ver mogelijk toe te werken. Zie je? Vroeger liet ik dat altijd open zo. Maar nu vind ik het een nettere afwerking, zeker voor die strakke witte bollen. Om er eigenlijk een lapje onderaan aan te bevestigen. Zodanig dat hij eigenlijk heel netjes afgewerkt is. Zoals ik het getoond heb dat juist. Zie je? Zo. Voilà. Weer mooi uithalen. Zie je, voorzichtjes. Dus dat gaat nu aan de kant zetten. Ik ga dat iets gaan platduwen. Dat hij straks mooi echt op zijn bodem staat. Anders dat dat gat bijvoorbeeld hier zit en hier zit je plat. Dat is echt niet mooi. Dus ik ga dat een klein duwtje gaan geven. Dan ga ik hem even hier gaan zetten. Zo. Als ik hier nog kraakjes heb. Als ik hier nog kraakjes heb, ga ik hier nog, want meestal op je kop heb je nog een beetje kraakjes die over zijn. En de volgende workshop. Kan je dan ook zien hoe ik daar een schaap van maak, van in een bol. Maar like dat ik zeg, je kunt ongelooflijk veel dingen daarmee doen. Laat je fantasie werken met mensen. Als dat met een schaap gaat, hoe dat daarvan te maken. Lukt dat met de kip, lukt dat met de kat. Mooi zorgen dat alles toe is. Zo. Wat doe ik nu hiermee? Kan ik je mijn grootte weer tonen. Zie je? De onderkant is mooi dicht en dan gewoon een gaatje erin. Als je dat niet weet, in keramiek moet er altijd een luchtgaatje zijn voor de lucht eruit. Bij de eerste bak dat al het vocht eruit kan en al de vuiligheid eruit kan. Want je vocht die nog in je klei zit, wordt stoom en je klei krimpt. En dan gaat hij eigenlijk gaan ontploffen. Daardoor. Dus zo. Ik heb een klein lapje geduwd dat ik eigenlijk aan de zijkanten. Klein beetje gaan uitboetseren. Voor mezelf. Voor een klein beetje. Klein beetje voor de hechting. Een beetje water. Slip ga ik me niet aandoen. Zo.
Dan ga ik mijn lapje daarop gaan leggen, zo. En ga ik hem eigenlijk weer een keer zo gaan zetten. Je mag hem een keer wringen als je wil. Zie je? Dan gaan we dat heel mooi gaan aanmoetsen. Maar meestal wacht ik daar zo een uurtje of twee mee. Zodat mijn bodem een klein beetje steviger is. Hé? Want nu zit ik hem een klein beetje aan het induwen. Niet dat het zo erg is. Hé? Het heeft toch minder net resultaat dan dat het mooi vlak is. Hé? Maar als je dat nu niet heel vlak krijgt. Als hij droog is met schuren. Kan je ook nog heel veel bereiken. Die mensen. Hé? En niet vergeten dat je altijd met schuren. Hé? Als je hem niet helemaal glad krijgt. Dat je nog heel veel kanten uit kunt met dat schuren. Tussen het biscuitbaan. Of voor het biscuitbaan eigenlijk wil ik zeggen. Kijk, zo zie je. Toe. En dan neem ik de achterkant van een borstel. Dan ga ik je dan mooi eigenlijk een gaatje in gaan doen. Voilà. Dat is het. Als je meer info wilt over hoe je mal moet werken. Moet je maar even kijken naar het gratis filmpje op mijn site. En straks komt er ook een nieuwe workshop van het schaapje maken. Ik ga een keer een voorbeeldje tonen. Dan staat hij hier. Hier. Zie je? Hij is nu nog niet gebakken deze. Je moet nog in de biscuitbak. Je moet nog geglazuurd worden. Maar dat kun je daar allemaal mee doen. Hè? Voilà. Dat was het. Bedankt om te kijken. En tot de volgende keer misschien.